Hallo, daar zijn we weer. We gaan weer een filmpje maken. En ik sta een beetje te tobben, want het waait een beetje hard. Dus als je een beetje geruis hoort op de achterkant, dan is dat de wind. Maar de klapblok is al weggewaaid. Ja, kijk, een schermpapier. Ja, zonde om natuurlijk niet te tekenen weg te gooien. Dat kun ik gewoon tekenen natuurlijk. Ja, toch? Maar, ik ben helemaal enthousiast, want we gaan vandaag weer iets heel leuks tekenen. Oh, dat betekent natuurlijk altijd wat leuk. Maar deze vind ik persoonlijk de allerleukste. Waarom? Het is een puppy. Een puppy. Ja, zo. Een puppy. Dat viel vanuit de boom. Hoorde je dat? Over een auto. Ah, goed, doet er niet toe. Blijf enthousiast, want ik ga een puppy tekenen. Want vroeger, toen een kleine hype was, hadden wij thuis honden. En die honden, ja, die scharrden wel eens bij de buren en daar kwamen dan puppies van. Maar dat was zo leuk. Ja. Puppies zijn het allerleukste wat er is. En ze ruiken zo lekker. Dan zou je denken, wat bedoelt u daar nou mee? Maar ja, dat is zo. Als je een nest jonge hondjes, dat moet je meegemaakt hebben, dat ruikt hartstikke lekker. Ja, joh. Nou, zie je wel, ik word er helemaal melancholisch van. Maar goed, doet er niet toe. Ik sta weer een minuut te lullen over puppies en ik heb nog geen puppy getekend. Dus we gaan een puppy tekenen. Haha, dat is natuurlijk hartstikke simpel. Zoals altijd. En het is weer schattig. En ik heb ook een ander filmpje uitgelegd dat als je schattig tekent, dan moet je het hoofd en de ogen en zo moet je overdrijven. Dat vinden we best leuk. Dus we gaan een puppy tekenen. We beginnen met een heel groot hoofd. Puppy. En zetten we ook het hoofd een beetje schuin. Zo. Vinden mensen ook leuk. Dus als jij dit kan tekenen, dan maak je helemaal de blitz bij iedereen. Ah, een plaatje. Nou jongens, ik word hier aan alle kanten aangevallen. Wat is dat? Komt om mijn schattigheid, denk ik. Dat schattig had ik getekend, denk ik. Goed. Een cirkel. Voor je puppy. Even kijken hoor. Denken. Ja, kijk. Dat is hem. Dat is zijn hoofd. En er komen een paar hele mooie grote oren aan. Let op. Gewoon, driehoeken zijn dat. Driehoeken, denk ik zo. En als je dan een beetje die punten niet puntig maakt, maar rond, dan wordt het nog schattiger. Kijk, één oor. En hier ook. Ja. Haha. Zie je het? Nog een oor. Ik zie mijn pen bijna op, dus ik ga snel tekenen. Oh nee, dat maakt natuurlijk niet uit natuurlijk. Snelheid tekenen. Dat maakt natuurlijk niet uit. Het gaat om de hoeveelheid die je tekent. Dat blijft wel een beetje hoor. Kijk. En dan zet hij weer onder het lijf. En dat is een driehoek. Een driehoek. Maar natuurlijk niet die punten hierin zitten tekenen. Want dat is natuurlijk je hoofd. Hier zie je ook. Zie je, heb ik die oren heb ik over het hoofd gezet. Dan moet je met een gummetje moet je natuurlijk die lijntjes een beetje weggummen straks. Nou, ik weet niet wat er vandaag is. Maar alles gaat mis, joh. Dan is hij weer bijna om. Zit je nog? Zit je nog op je stoel? Gaan we gauw verder. Een driehoek, let op. Dat is zijn lijf. Zie je het? Kijk. Nou, en dan gaan we zijn pootjes tekenen, zijn voorpootjes. Doen we gewoon met rondjes. Kijk. Eén teen. Twee teen. En drie. Dat zijn zijn poten. Hier ook. Eén rondje. Twee. Ietsje kleiner, die lijn sterk een beetje kleiner worden. En doe je zo. Zeker nog een streepje bovenop. Dan heb je zijn pootjes. Ja, zo simpel is het. En nu het leukste. Nou gaan we zijn kop doen. Haha. We beginnen met zijn neusje. Let op, hier zo. Een driehoekje. Met ronde hoekjes. Onthoud dat, hè. Ronde hoekjes maken het altijd schattig. En zo zoek je zijn mondje zo. Die kant op. En die kant op. En dan doen we zijn ogen. En dan moet je met zijn ogen mee opletten. Want zijn ogen die laten we een beetje onder zijn oren vallen. Zulke grote ogen heeft. Kijk, zie je hem zo. Eén. Deze wat hier zo. Dat staat twee. Zo. Zie je het? En dan maken we zijn ogen maken we nog schattiger. En dan, ook al in een ander filmpje uitgelegd. Dan doe je als je kijkt naar iemands ogen. Dan zitten daar pupillen in. En die zijn zwart. En vaak hebben mensen ook een beetje tinkeling in de ogen. En dan daar zo, superpil. Misschien een beetje moeilijk, maar gewoon oefenen. Dan begrijp je wat ik bedoel. Kijk, die moet dan weer zwart, als mijn stift dat blijft doen. Gaat hij het halen? Zou hij het halen?
net aan. Leuk, hè? Ja, super schattig. Ja, kun je nog een paar puntjes doen? Tja, een puppy. Nou, was misschien een beetje overenthousiast het filmpje, maar ja, zo ben ik nog eenmaal. En ik ga niet anders zijn dan ik ben. Dan moeten jullie ook niet doen. Dus, een puppy. En ik vind ze fantastisch. En veel plezier ermee. En oefenen. En dan komt het helemaal goed. En ze zijn hartstikke leuk om te doen. Nou, doei. Tot de volgende keer. Doei, doei.